50 kinderen van Sunny Point en Leiding 20 hebben vandaag een schoolpakket ontvangen van de stichting Hulp en Apostolic Ministries International. Dit in het kader van de Back to School activiteit van deze Nederlandse stichting. De stichting, die al 8 maanden in Suriname opereert, heeft onder andere als doel om minder bedeelden in Suriname te ondersteunen. Priscilla Ademola, vertegenwoordiger van de stichting, zegt dat het doel van dit project is om ouders die in financiële nood verkeren tegemoet te komen. Als stichting willen we mensen helpen, mensen die het minder hebben. En niet alleen kinderen, maar ook gezinnen willen we helpen die het moeilijk hebben. Want er is best wel veel, als je kijkt, er is best wel veel armoede in Suriname. En we zijn hier gekomen om hulp te bieden aan die mensen. Bijvoorbeeld vandaag zijn we bezig met een activiteit voor kinderen, een back to school party. Waarbij we 50 kinderen blij gaan maken met schooltassen en inhoud. En deze activiteit hebben we hier georganiseerd in het Palmentuin. En die kinderen hebben een leuke dag. En sommige van ze zijn met hun ouders gekomen. En de meeste kinderen komen uit Sunny Point en omgeving. En want je ziet dat er echt een nood daar is. En wij zijn er daar om steun te bieden waar wij steun kunnen bieden. Ademola zegt verder dat het niet zal blijven bij een back-to-school project. In de komende periode zal de stichting zich op diverse manieren inzetten voor de minder bedeelden. We willen in de toekomst meer gaan doen. Bijvoorbeeld dit jaar zijn we van plan om 2 of meer activiteiten te doen. Zoals de Heere ons leidt, willen we de activiteiten doen. Het volgende wat we willen doen, we zijn van plan om gezinnen blij te maken, zeg maar met een Christmas dinner, een diner. En waarbij we voedselpakketten willen uitdelen aan een groep van 100 of meer mensen. Priscilla Ademola, vertegenwoordiger van de stichting Hulp en Apostolic Ministries International. Tijdens het Back to School project hebben de kinderen ook kunnen genieten van sport en spel.